zijn mooie allemaal. Ja, maak je het even kijken. Dan gaan we die kant zitten. Ja. Hartelijk welkom aan al onze bezoekers, bewoners, vrijwilligers, familieleden die vanavond allemaal erbij zijn om een hele gezellige avond met ons te maken. Want dat gaan we doen. Ik neem het een keer een jaartje over van Dini Blom. Die is nog lekker op vakantie, dus die kan er niet bij zijn. Maar ik ga snel het woord geven aan Prins Han of de voorzitter. Wie wil hem overnemen van mij? Fijne avond allemaal. Ja. Hier zijn we dan weer voor het, heel vaak in ieder geval. We zijn blij dat we weer uitgenodigd zijn en dat we hier met z'n allen weer jullie mogen vermaken vanavond. En we hopen er weer een lekkere, gezonde, goede en leuke avond van te maken. Nu wil ik even het woord geven aan de prins, want die heeft een hele lange toespraak. Daarom doe ik het maar heel kort. Goedenavond allemaal, dames en heren, jongens en meisjes, kleinkinderen, whatever. Omdat ik beter kan zwetsen dan kan praten voor een groep, doe ik het van een papierenke. Kleintje carnaval is traditiegetrouw de aftrap van carnaval in Boemergat. Als prins Han met de kleurrijke blik mag ik aanschuiven bij de generaties die mij voorgingen in het carnaval. Iedereen van u zal zijn eigen herinnering hebben aan het carnavalsfeest. Ik ben hier samen met mijn hoofddames, Samma Moreen, adjudant Marines, raad, senaat, jeugdpaar. En we gaan er samen een kleurrijk feest van maken voor jong en oud. Een kleurrijk feest ontstaat door mensen zich kleurrijk verkleden. Kleurrijke praalwagens en groepen betrekken door ons mooie Boemergat. Maar ook door de kleurrijke versieringen aan de gevels van de huizen. De deurdouwers kunnen dankzij een gift van Jos Blom het gasthuis vlaggen schenken om aan de gevels van het gasthuis kleurrijk mee te versieren. Hou hem even uit. We kunnen het mensen zien. En daarnaast zullen wij als deurdouwers ook binnenkort voor je samen en met het keukenpersoneel pannenkoeken komen bakken, want het vullen van de inwendige mens hoort er ook bij. Nu is het klaar met serieus praten en het is tijd om weer te gaan zwetsen en er een mooi feest van te gaan maken. Fijne avond. Ik ben er niet van.
Maar het wordt alleen maar leuk.
En we hebben een derde plaats. En die is voor meneer Bulders. Dan hebben we een tweede plaats voor mevrouw Van der Rassel. Nou, nu wordt het natuurlijk wel heel erg spannend. Nummer 1 van deze avond is mevrouw Rutjes.
Nou, hartelijk gefeliciteerd allemaal met de prijzen. En ja, we blijven nog wel even hier. We hopen nog even een gezellige avond met jullie verder te hebben. En ik hoop jullie dinsdag misschien weer allemaal te zien hier. Lijkt me hartstikke top. Fijne avond allemaal nog. Wim, muziek. Natuurlijk een eind. Nu komt even het laatste liedje en dan zal hier onze dame nog even iets zeggen. En dan wens ik jullie verder wel thuis en tot de volgende keer. Raakte ik totaal van streek, wanneer
We zongen dit refrein, toen het een tweeling bleek te zijn. Dat is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor, ja dat is la 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 la. Ja dat is la 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 la. Ja, we zijn toen nu getrouwd. Ja, en bij deze laatste polonaise. Voor ons, en voor jullie natuurlijk ook. Wij vonden het hartstikke gezellig om hier te zijn. En we hopen jullie allemaal op dinsdagmiddag weer hier te zijn. Dan je te zien. En dan maken we weer een groot feest van met onze kleine revue-middag. Allemaal tot dinsdagmiddag. Lieve dames, bedankt. Alle bezoekers bedankt, alle vrijwilligers bedankt. Het was een hele leuke avond. En laten we dinsdagmiddag dunnetjes overdoen, zou ik zeggen. Welterusten allemaal.